Voor sinds lange tijd is hier in het voormalige gemeentehuis, wat nu dan Cultuurhuis den Inloop heet, weer een repaircafé. En daarover gaan we eens even praten met verschillende mensen hier, waaronder Thea de Wijze van de Stichting Welzijn Ouderen Millingen. Want het repaircafé wordt daardoor georganiseerd, Thea. Ja, dat klopt. Sinds 2015 organiseren we het repaircafé in Millingen. Ja, dus het bestaat nu 7 jaar. Dat klopt. We hadden graag het 5-jarig bestaan willen vieren in 2020. Maar corona gooit roet in het eten. Ja. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie? 20. Tenminste qua repaircafé. Ja. En dat zijn allemaal mensen die, de een heeft verstand daarvan en de ander daarvan. Ja, we hebben technische mensen, mensen die verstand hebben van laptop, computers. We hebben dames die heel goed met de naaimachine zijn. Ja, dat dus. Ja. Hoe is het initiatief destijds ontstaan? Ik had gezien dat in Beek een repaircafé was. In 2014 was dat. Ik denk, ik ga een keertje kijken of dat ook iets voor ons is. En het leek me wel wat. Toen heb ik Rob gevraagd van, wil jij ook eens gaan kijken? Want ja, ik ben helemaal niet technisch. Ik weet niet hoe zoiets werkt. En Rob is gegaan en die zei van, ja, het is best wel wat voor SWOM. Rob zit in het bestuur van SWOM. Vandaar dat ik hem dus benaderd had. En ja, zo hebben we het samen opgepakt, daarop. Ja. Ja, jullie hebben hier een prachtige locatie ervoor, hè? Ja, maar we hebben eerst in natte tent in OEV 1 gezeten. Dat was in de begintijd? Dat was in het begin, want hier was dat toen niet mogelijk. Er stonden van allerhande spullen. En we waren daar welkom, dus dat was heel fijn dat we daar enige tijd, ik denk 2 jaartjes, hebben kunnen zitten. Ja. En toen werd hier wat meer ruimte. Toen denken we, ja, het is toch ons home, zeg maar. Dus toen zijn we hier gaan zitten. En hoe vaak gaan jullie dit nou organiseren? Wij organiseren dat 10 keer in het jaar, elke laatste zaterdag van de maand. En we doen het niet in juli en niet in december. Ah ja, dat zijn de enige 2 maanden die overgeslagen worden, zeg maar. Ja, klopt. Ja. En komen er veel mensen op af? Dat is een beetje verschillend. Soms heb je 20 mensen die binnenlopen. Je zag net waren er 1 man of 10, denk ik. En nu is het even rustig. Maar we zitten nog tot 11:30 mogen mensen met spullen binnenkomen. Ja. Moeten mensen van tevoren een afspraak maken of kunnen ze zo binnenlopen? Ze kunnen zo binnenlopen. In coronatijd hadden we dat wel, omdat je dan toch alles moest verdelen qua afstand en zo. Maar ja, dat is sinds vandaag niet meer. Dus nu kan men zo binnenlopen. Ja. Nou, dan staat hier ook Rob Zeesing. Hè? Dag Rob. Even een technische vraag. Welke artikelen worden het meeste aangeboden hier ter reparatie? Dat is toch veelzijdig, met name in elektronica. En dan moet ik ook toekennen dat het naai- en verstelwerk van de dames ook behoorlijk aanspreekt. Ja. Broeken korter maken, et cetera. Onder andere. Ja. En ritsen plaatsen, dus op die manier zijn de dames actief bezig. Ja. Jij zit in de stichtingsbestuur van de SWOM, hè? Ja. Maar je bent hier ook actief in het repaircafé? Ja, ik coördineer het repaircafé. Ik zorg dat 's morgens spullen klaarstaan, dat de mensen benaderd worden, dat op die manier alles gladjes verloopt. En dan op basis daarvan 12 uur de zaak weer netjes opruimen. Ja. Thea vertelde net over het aantal vrijwilligers dat jullie hebben, maar die zijn niet allemaal tegelijk aanwezig hier, hè? Nee, dat varieert nog wel eens. We houden op die manier wel contact met elkaar en dan kijken we dus wat de binnenkomst is. En in zijn algemeenheid is het met name de mannen die dus het elektronica gedeelte doen. Ja. Ja, daar missen we nog wel eens iemand. Als mensen met een kapot artikel komen, dan kijken jullie of het reparabel is, zeg maar. Hè? En als er onderdelen besteld moeten worden, hoe gaat dat dan? Dat doen wij in principe niet. We geven dan wel degene die met een kapot apparaat komt of met een half defect apparaat komt, wel adviezen mee dat ze die spullen kunnen bestellen. Dat moeten ze zelf doen. Maar in principe moeten ze ook zelf de reparatie doen en wij begeleiden alleen maar. Ah ja. Stel een platenspeler, dan moet een nieuw snaartje in. Ja, dan moeten ze zelf zorgen, dan krijgen ze van ons, zullen wij proberen adres aan te reiken waar ze het kunnen halen. Dan moeten ze het zelf ook gaan halen en dan met de eerstvolgende gelegenheid, op die manier dan proberen we dat weer te monteren. Ja, dit is de eerste keer na de coronatijd, zeg maar, dat het repaircafé weer open is. Hoe is de toeloop vandaag? Het valt mij niet tegen, eerlijk gezegd. Ik had echt verwacht, ook vanwege het feit dat het carnaval is, dat het dan toch wat rustiger zou zijn. Dus, maar als u nu kijkt, dan valt het mij reuze mee wat er is, zich meldt. Ja. Nou, het valt wat carnaval betreft hier in Millingen wel mee. Er gebeurt niet zoveel, hè? Alleen in de cafés waarschijnlijk.
Ja, maar ja, dan zijn toch mensen die daar die toch weer even uit het dak willen gaan om die hele 2 jaar te vergeten. Dus, ja. Ja, inderdaad, dat is een inhaalslag een beetje. Hè? Zowel voor de carnavalsvierders als ook voor de mensen van de Zwom. Hè? Onder andere, ja. Ja. Nou, dankjewel Rob en heel veel succes met jullie goede werk. Dankjewel. Goedemorgen meneer. Goedemorgen. Ik zie dat u hard aan het werken bent. Ja. En zo te zien, een platenspeler die defect is. Daar komt een mevrouw mee. Ja. En dan proberen we dat te maken. En hebben u al ontdekt waar de fout zit? Ja, het is al een hele oude pick-up. En deze snaren die zitten daarin, die draaien dan de draaitafel aan. Maar dat is de hele rek is eruit. Dus dan slipt het motortje en dan zal die niet draaien. Oké, ja. Dus het is simpel licht. Ja, en nou moet er een nieuwe snaar in. Nee, dat is het advies wat ik geef, maar een nieuwe snaar hebben we niet. Dus die zal mevrouw zelf moeten kopen. Maar, en dan kan ze terugkomen, dan kunnen wij de snaar erin zetten. Ja, maar zijn jullie ook behulpzaam om uit te zoeken waar de snaar te koop is? Daar gaan we direct naar kijken, ja. Oké. Zoeken we ook op internet op. Ja. Dus dan kijken we waar we dat kunnen krijgen. Ja. Als het te krijgen is. Ja. En anders is het helaas. Hebben u al meerdere platenspelers gerepareerd zo de laatste tijd? Verschillende. Koffiezetapparaat van alles. Ja, ja. We repareren van alles. Ja. Je moet natuurlijk wel technisch inzicht hebben om zoiets te kunnen. Ja, misschien. Ja. Een beetje wel, is wel handig. Oké. Vooral logisch nadenken is het belangrijkste. Ja. Waarom doet het niet meer? Wat kan dan de oorzaak zijn? Welke gereedschappen hebt u zoal nodig om dit te kunnen repareren? Niet echt veel. Tangetje, een paar schroevendraaiers en vooral verschillende soorten bitjes. Oké. Want er zitten 100.000 verschillende schroefjes in. En een elektrometertje of zo? Ja, een piepertje heb ik. Als ik een motortje door wil meten of wat dan ook, dan kun je dat zelf controleren. Oké. Nou, succes. Dank u wel. Wie hier ook werkzaam is in het repaircafé is Marcel Hermsen, hè? Ja, klopt. Helemaal, ja. Ik zie jou vaak wandelen. Ja. Maar je bent ook nog heel technisch, hè? Ja, ik ben wel mechanisch niet zo onderlegd, maar wel qua computers en qua telefoons en zo ben ik wel erg goed. Maar nu heb je een uitdaging, hè? Ja, dus een stofzuiger waar water in gekomen is. We gaan kijken of we wat kunnen doen. Maar hij maakt ontzettend veel lawaai. Dus wij denken dat de lagers niet helemaal goed meer zijn. En dan gaan we kijken of we daarin kunnen komen. Nou, het begint al meteen met een uitdaging met de schroefjes. Die zijn dus echt van hele andere... Afwijkende maten. Weet je, geen kruisschop, geen platte, maar gewoon echt van die emulsies. Dus dan moet ik even bij mijn collega zo eventjes wat schroevendraaiers leren. Bij de andere Marcel. Bij de andere Marcel, ja. Ja, ja. Ja, het is erg leuk om dit te doen. De mensen komen graag hier naartoe om de zaak in te stellen. En ik zit voornamelijk met mobiele telefoons en tablets helpen kunnen. Ja. Heb je dit niet erg gemist de afgelopen 2 jaar? Nou, we hadden ook via de mail konden we nog wat mensen helpen. Die kwamen dan de spullen thuis brengen. En dan konden we daar ook nog even wat dingen... Oh, dus de mensen hebben toch wel gevraagd via de mail van kunt u ons helpen? Ja, via Thea de Wijze, onze coördinator, is dat binnengekomen. En hebben wij dat allemaal netjes geregeld. Ja. En dan deden jullie dat bij de mensen thuis? Nee, we lieten het gewoon thuis brengen. En dan gingen wij het zorgen dat het gerepareerd was. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou... Vrijwillige bijdrage wat dan in de pot gespekt. Ja, ja, dat was het. Nou, deze uitdaging staat klaar om te bekijken. Ja, ik ben er bang voor. Maar we gaan het proberen. Succes. Ja, dankjewel.